Hi iedereen, welkom terug bij een andere aflevering van BioWit Video. Vandaag gaan we kijken naar de driepuntskruising. En de driepuntskruising is een van de knelpunten, bij genetica. Een heleboel studenten hebben moeite met de lange methode, maar wij zijn van mening dat de lange methode heel erg betrouwbaar is. Om de driepuntskruising te begrijpen is het belangrijk om deze series, deze video volgen en een heleboel andere series. Ik dacht dat er 3 series volgen. En dit is het belangrijk om het goed en aandachtig door te nemen. Ja? Samen met biologiedocent Simsa Hai heb ik deze opname gedaan. We zijn van mening dat het belangrijk is voor alle Surinamers. Zij die genetica ook helemaal niet snappen, kan het ook op deze manier een beetje dan kennis aan verrekenen. Wij zullen het op een heel toegankelijke en simpele manier dan uitleggen. Wij gaan nu dan kijken naar het algemeen beeld. Hier is er geen sprake van overkruising. Dus dan krijg je grote A, grote B. En grote C wordt gekruist met kleine A, kleine B, kleine C. Krijg je dan grote A, grote B, grote C om kleine A, kleine B, kleine C. Dus dat is er als er geen overkruising plaatsvindt. En omdat er in dit geval geen overkruising plaatsvindt, gaan wij deze gameten dan noemen NCO. NCO staat voor non-crossing over. Soms ga je in de literatuur zien ouderlijke type OT, oftewel parental type PT. Dus dit is een van de 3 namen. Het zijn elkaar eigenlijk synoniemen. Nu gaan we kijken naar indien er wel overkruising heeft plaatsgevonden tussen gen A en gen B alleen. Om te weten welke gameten daaruit voortvloeien als gevolg van die anafase wanneer die chromatinen uit elkaar gerukt worden, gaan we een kruisje plaatsen. Dus dit zie je nu in beeld. Dan gaan we dat pad volgen. Wordt het dan grote A, kleine B, om kleine C. En dan schrijven we grote A, kleine B, kleine C, maar je krijgt dan ook andere overstaande, namelijk kleine A, grote B om grote C. Dit gaan we enkel crossing over 1 noemen, in het Engels single crossing over. Het gaat erom dat er een herkenningspunt hier is, dat er een crossing over heeft plaatsgevonden. Dan heb je de andere crossing over tussen B en C, krijgen we dan hier grote A, grote B en dan een kleine C. Dat schrijven we dan op. Voor de andere die gevormd is geworden, schrijven we dan grote A, kleine B om grote C. Is eigenlijk gewoon het overstaande. Dit is ook een single crossing over, kunnen we ook beta noemen. Zolang je hem een andere label geeft, dus ja, enkel crossing over nummer 2. Wij gaan nu dan kijken naar een andere situatie waarbij je tegelijkertijd een crossing over hebt tussen gen grote A en kleine B en tussen grote B en kleine C. Dat heeft dus een aantal consequenties. Dan krijgen we hier grote A om kleine B om grote C. En voor de andere krijg je dus kleine A grote B om kleine C. En omdat er in dit geval tussen alle 3 genen overkruising plaatsvindt, praten wij dan van een DCO. Dat is, DCO staat voor double crossing over. Wat heeft de wetenschap kunnen vaststellen na al die jaren onderzoek? Men heeft kunnen vaststellen dat wij te maken hebben met een triheterozygoot, dat je altijd bij de kruising 8 typen van nakomelingen zal krijgen. Dus zo herken je ook letterlijk een triheterozygoot. Het kan letterlijk in de stam van de opdracht staan, of je kan het zo zien aan een aantal nakomelingen. Dan weet je van oké, dat is aanwijzing dat er mogelijk sprake is van een driepuntskruising.
Hi, ik ben blij dat je hebt gekeken tot het eind van deze video. Als je de drie prinskruising helemaal wilt begrijpen, moet je dan de volgende video's bekijken van deze serie. Mijn collega CFC Hai gaat een voorbeeld van een som dan met jullie behandelen in de volgende series, volgende drie series van video's. Niet vergeten om mijn kanaal te subscriben als je nieuw bent. Als je als student geen enkel video van mij wilt missen, druk op de subscribe button. Als je het leuk vindt, druk op like en laat een comment achter als je vragen hebt over verschillende onderdelen van het vak biologie. Tot de volgende keer!